noemen we het nog steeds, hè, het homo-lesbische LGBT-plein, hoe zou het heten? Ja, het is een beetje lang allemaal geworden. Vroeger noemden wij het gewoon het homodok. Dat lag wat makkelijker in het gehoor. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat over hetzelfde. Ik zie jou hier in alle gedaantes. Ik bedoel, in die zin alle leeftijden. Maar voor wat voor paneel staan we hier? Nou, dat is eigenlijk mijn leven. Daar is een boekje over verschenen. En naar aanleiding van het boekje is er een paneel gemaakt. En het boekje beschrijft eigenlijk je leven van jong tot oud. Voor mij dus een belangrijk deel het politieke homoactivisme. Maar ook gewoon je jeugd en je jeugdclubjes en je ouders en welk milieu je komt. Nou, dat staat allemaal in het boekje. Daar hebben ze dus een paneel van gemaakt. En dat paneel, dat willen ze laten reizen langs verzorgingshuizen. Voor ouderen die ook moeite hebben met homoseksualiteit om er vooruit te komen. Of... Zijn er nog ouderen die er nog uit moeten komen? Ja, of die weer terug zijn in de kast, volgens mij, toch? Men zegt dat het zo is. In de kast weer. En dat mensen bang zijn voor andere ouderen, dat die onaardig tegen ze doen. Ik ken zelf die mensen niet, gelukkig, maar ik heb het ook gehoord van anderen. Kan je je toch niet voorstellen, als oud-activist, mensen terug gaan in de kast, anno 2000 nu? Nee, maar dat zijn mensen van nog een oudere generatie dan ik. Dat zijn mensen van 70, 80 die in een verzorgingshuis zitten. Dus ik ga er ook van uit. Zijn die überhaupt wel uit de kast geweest al? Dat weet je niet. Kijk, ik ben ook nog getrouwd geweest met een vriendin. Er zijn heel veel mensen die een tweede start hebben gemaakt in mijn categorie, zeg maar, in de 60-plussers. Heel vaak hoor ik dat van mensen, ja. We zijn hier in de OBA. Hoe belangrijk is eigenlijk dat OBA dit soort dingen doet? Ja, dit is heel belangrijk gewoon meer bekendheid gegeven aan de situatie van oudere homo's. Wij zitten met problemen, we hebben geen mantelzorg, we hebben geen kinderen. We willen graag samenwonen in groepen met elkaar. Nou, dit is allemaal niet voor elkaar. Er zijn heel veel wensen van oudere homo's. Dus. Ja, het is ook een belangrijk onderdeel voor de Gay Pride. Dat de oudjes, zeg maar, waar wij zo langzamerhand toe behoren. Ja, het is nog helemaal zo. Belangrijk dat dat ook een werkelijk onderdeel is van de Gay Pride. Ja, het is een belangrijk onderdeel van de Gay Pride. In alle verzorgingshuizen wordt een programmaatje gepresenteerd. Soms is dat het gewoon de geschiedenis, een film over Johnny Jordaan bijvoorbeeld. Of er wordt iets gepresenteerd van oude muziek van vroeger, van Wim Sonneveld. In alle huizen wordt iets roze gedaan in Amsterdam. En dat is wel heel belangrijk, ja. Nou, we kijken er naar uit, wat er allemaal gebeurt. Gaat 9 dagen feest? Ja, het 9 dagen feest. Ja, oké, prima. Mevrouw Merkies, hoe komt u er nou op om zich te laten portretteren? Wat? Nou, dat is wel na heel veel aandringen gebeurd. Ik had, het hoefde voor mij niet. Had niks met het onderwerp te maken, maar ja, god, een boek over mij. Ik schrijf zelf. Ik schrijf zelf boeken. Dus, en ik interview veel mensen, dus ik had zoiets van, kan nooit wat wezen. Want ik heb die foto's een beetje bekeken zo. Je laat dan als geportretteerde heel veel zien van jezelf. Je hele familiealbum gaat open. Ja, precies. Ja. En waarom heeft u dat nu wel gedaan, uiteindelijk? Het zat voor een groot gedeelte ook in de interviewer. Of in de interviewster. Dat zij dat gewoon heel goed deed. Want omdat ik zelf journaliste ben ik heel kritisch. Dat was ook een van de redenen. Ik had zoiets van, laat me niet door iedereen interviewen. Dan moet ik het zelf nog eens herschrijven ook. Nou, daar is geen sprake van geweest. Het is gewoon heel erg goed gedaan. Hoe belangrijk is nu dat ook uw verhaal, naast al die andere verhalen hier in de bibliotheek, te zien is en te lezen is? Ik denk voor een groot gedeelte dat ik dus heel erg uit de feministische hoek kom. De vrouwenbeweging. En dat komt uit mijn boek, komt heel erg naar voren. He, dus niet alleen maar het lesbische, hoe je daarmee omgaat, hoe je vrouwen versiert en weet ik het allemaal. Het feminisme, economische onafhankelijkheid, heel erg belangrijk. En dat wordt in de lesbische vrouwenscene nog wel eens over het hoofd gezien. Ja, ja. En dan hoor je vandaag de dag dat mensen weer in de kast zouden gaan. Ja. Ik kan me dat niet voorstellen. Je kunt je dat voorstellen. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. Nee, dat begrijp ik ook niet. Maar ja, het gebeurt. En ik kan er wel kritiek op leveren. Maar als mensen dat doen,
en het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. Ja, dat is erg. Maar doen ze zichzelf tekort? Ja, vreselijk natuurlijk. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Nou hoor ik van, in de opleidingen schieten daarin tekort. Dat denk ik ook. Ja. Ik heb begrepen dat er al heel lang aan die opleidingen gesleuteld wordt. Dat de ROC's, die krijgen speciale trainingspakketten. Het wordt dus door bepaalde culturen, laten we maar heel eerlijk zijn. Het is... Laten we daar maar niet omheen draaien. Daar heeft het voor een groot gedeelte mee te maken. En ja, daar zul je toch heel voorzichtig mee om moeten gaan. Je kunt die mensen natuurlijk wel voor rot gaan schelden. Nee, dat heeft dus ook de methode niet. Maar we laten ons ook niet voor rot schelden. Nee, dat heeft... Nee, nee, dat... We laten ons ook niet in de kast zetten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet... Waarmee ik geen kritiek heb op mensen die... worden gediscrimineerd of voor rot worden gescholden. Maar ik ben nog nooit voor rot gescholden. Dus, en dat zal ook niet gebeuren. Ik laat me dat ook niet gebeuren. Nee, nee, nee. Dus wat dat betreft... heeft misschien ook met mijn vak te maken. In de journalistiek krijg je een dikke huid. En zo gaat het, en zo gaat het altijd uit. Zo gaat het altijd uit. En zo zal het altijd gaan. Ja! Ik mocht hem samenstellen. Er waren een... Ilia heeft het levensboekenproject. En op basis van de levensboeken hebben we panelen gemaakt voor een tentoonstelling. Dus ik heb hem samengesteld. En betekende dat je de boeken uit elkaar mocht trekken en alle foto's lukraak mocht gebruiken? Of waren er meer foto's en meer tekst? Hoe was het verhaal? Je had net een kleine toespraak gehouden. Het wisselde eigenlijk per persoon. Soms waren er echt veel en veel en veel te veel foto's. Dan moest ik gewetenloos schrappen. En soms dacht ik, ik vind dat de foto's het verhaal niet helemaal vertellen. En dan ging ik naar de mensen toe, vroeg ik, heeft hij nog meer? En dan kwam er wel eens een schoenendoos onder het bed vandaan. Ja. Dus de panelen hebben, lopen niet helemaal synchroon met het boekje? Nee, nee, nee. Wie zijn de mensen? We zien mensen in leeftijd tussen de 65 en de 92 die homo of lesbisch zijn. En de foto's vertellen over hun leven van kindheid tot nu, van kindertijd tot nu. En zo'n wat thema's erin, jeugd komt erin voor, liefdes komen erin voor, werk komt erin voor. Het is de bedoeling om mensen hun hele leven te laten zien, niet alleen het homoseksuele, maar ook... Juist wel ook het homoseksueel. Ja. Nou, ik heb onder andere Bob van Schijnen even gesproken en bij dat paneel hebben we stilgestaan. Je ziet eigenlijk een doorsnede door zijn leven wat je ziet. Ja. Ja. Nu had het ook over in of uit de kast of weer in de kast. Hoe zat dat nou? Onze werktitel was Nooit meer in de kast. Maar we vonden mensen die, zoals Dick Brink, nou, die heeft nooit in de kast gezeten. Zijn motto, zijn levensmotto is zelfs nooit uit de kast gekomen, want ik heb er nooit in gezeten. Dus uiteindelijk hebben we nooit meer in de kast erboven gezet. Want dat is wel een probleem vandaag de dag, dat mensen weer als ze ouder worden in de kast dreigen te stappen of zich op te sluiten. Dat hoor je dan wel eens. Is dat echt zo? Ernstig? Dat weet ik niet. Ik vond het bij deze mensen wel meevallen, maar die zitten ook niet in bejaardentehuizen of zorgcentra. Ja, eentje zit in de Rietvink en daar valt het dus juist wel mee. Maar ik kan me wel voorstellen als je partner overleden is en als je moet zeggen wie is die mevrouw die aan de muur hangt, zeg je dan dat is mijn vriendin geweest of dat is mijn vrouw geweest of zeg je dat is mijn overleden zusje. Het is... En die levensverhalen, dat is ook echt een balans opmaken voor mensen. Je kijkt terug op je leven en wat is er gebeurd en wat betekent het, wordt allemaal geduid. Ik heb zelf één levensverhaal geschreven en, voor Ans. Ik heb niet geschreven, ik heb het mogen optekenen voor Ans. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt, omdat die sessies best wel intens waren. Het waren echt sessies en er komt heel veel boven op zo'n moment. Dus... Die van Ans heeft de meeste indruk gemaakt omdat ik daar van helemaal ook met het levensboekfase bij betrokken was. Maar ik vind het aardig als je weinig tijd hebt, loop je er zo doorheen. Ik zie de koppen. Ja, dat is mooi van zulke panelen natuurlijk. Maar als je zegt ik wil het nog eens even nalezen, dan ja. Je kunt ook zo grazen en een beetje zoeken. Dus je hoeft niet lineair doorheen te lopen van A naar B. Dat is het aardige. Maar ik vind, dat mag wel gezegd worden, het ziet er heel fraai uit.
En de mensen hebben dat ontzettend, ieder jaar erg goed gedaan. Dus daar heb ik heel veel respect voor.